Dit programma werd mogelijk gemaakt door Steenhandel Ivaro. Maar dan ook echt alles voor uw tuin. Ja, beste kijkers, ik ben maar aangeland in Moffert gezeten. Ik ga staan bij Ivaro. Dan weet je de vermotte plaats maken. En we maken plaats. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal van onze schone tuin kunnen maken. Ik ga op zoek naar Andy. Hey Andy, heb je ook gras? Jazeker, hebben we weer gras. Was ze dat niet? Nee. Zeker, we hebben niet alleen maar steen, maar we gras moeten. Maar dat weet toch zo weg als het in de begroening. Ja, hier dit weet weg, maar als de begroening weet het niet weg. Want dat is het zand veel voor drin te vinden. Dat is pas gemaakt. Ja, dat is met zand, dat is het zwaar als ze blijft liggen. En dat gras kan je dan ook weer combineren met tegels en zo? Jazeker, kan ze het combineren. We hebben deze ook de tuin met gras, is het groen maken en met tegels is het bestrooid om fijn te lopen. Zeker combineren. Oh, dat is wel fijn, zeg. Dat hoef ik nooit te knippen. Dat is eigenlijk het voor mij. Jazeker, dat is het voor jullie, want niet het jaar van de tuin willen werken. Hè. En ik zie niet die twee kleuren nou weer liggen. Ja. Gegeven eigenlijk advies zonder dat de Emers Biemig is geweest. Kan ik al ongeveer zien wat ik daarmee kan doen? Zeker als ze op zaterdag, als Emers is of zonnig, komt ze hier kijken. Hier staan nog wat dingen uitgelagen. Inderdaad, kan ze kijken wat ze wil. Hoe dat is advies wel, dan roep ze mij of een van mijn collega's. En we helpen dicht en verder. En ben je ergens bezig met die tegels en met het gras? Ik weet wel, die zijn ergens bezig. Ja? Ja. Ja, kom maar Andy, want hier is het slecht hier in Moffert, het begint langzaam te regenen. Vier gaan wat droog is. Zeker. Hoe ver je jong? Op naar heel. We gaan naar heel. Ja Andy, helemaal nog heel toe jong, de volgende tuin. Ja, moet het water over de volgende tuin doen, hè? Ja, weer heel gedangers of niet? Ja, dit is weer gewoon gedangers als we vorige keer waren. Hè. Dus in de geokeramica, een keramische tegel met een betonnen ondervloer. Dat is gewoon te verwerken in een zandbad. Gecombineerd met, weer die korte staalbak. Hè. Dus een stalen bak, een korte staal, daar zit een koperlegering in. En dat gaat natuurlijk voor dat roesteffect zorgen. En ja, dat roeseffect combineert natuurlijk heel mooi met die natuurlijke kleuren van de grind en de keramische tegels. Ik zie dat ze een nummer klaargezet. Waarom is dat eigenlijk? Ja, ik heb klaargezet. Die mannen hebben ermee gewerkt hier. Oh zo. Die hebben een AquaXP. AquaXP is een flexibel voegmiddel. Een keramische tegel wordt op zand gelegd. Die ondervloer werkt dus altijd. De AquaXP is een flexibel. Dus dat is ze invoegen door die schommelingen in de grond. Kan dat werken en springt die voog niet kapot. Dat is het noemen waterdichte voog, zoals voog, wie ze de badkamer deed, springt die voog kapot. Dit is waterdoorlatend, onkruidvrij, er komt natuurlijk geen onkruid op. Dat is halen. Wat wil ze nog meer hebben hier? Ja, eigenlijk niet veel meer. Ook hier zijn die mannen zijn nog bezig, achterom zijn die mannen nog bezig met poten. Dus kan dat ik zien wie dat ook gebeurt. Hè? De laatste afwerking van zijn tuin, wie dat uitkomt. Ik zie niet weer licht en donker bijeen, dat is toch de trend nu op vandaag? Ja, inderdaad. Een grijs tint, donkere kleur, hè. Dat is inderdaad de trend op vandaag. Gecombineerd met dat roes, ja, die drie kleuren, die komen ze heel vaak terug. Ja, en hier is weer heel lastig gewerkt. Dat ligt natuurlijk aan de hovenier, dat ontworpen, hè, dat neem ik aan. Met die bek en kezels en dan die grote tegels. Ik vind dat eigenlijk giga wat wie er drie van had gedacht. We kunnen ze ook één vlak maken en klaar. Inderdaad, maar... Dan heb je erin hetzelfde, één vlak en hetzelfde kleur. Maar hier is nog gekozen voor het apart te maken weer. Dus elke tuin is uniek in dit geval dan. Ja, zijn ze achterom nog bezig? Ik heb begrepen, die mensen achterom zijn ze net bezig met poten. Dus ze zijn net laatste puntjes op de i inzetten hier. Laten we ook gaan kijken, want die zitten daar nu te schaften. Ja, die hebben ook pauze nodig. Wow Andy, dit is toch wel het hele paard, zie ik. Dat had ze niet verwacht, hè? Nee. Jongen. En weer hetzelfde kumpje weer terugzinnig. Ja, deze stijl van de vuurtuin is naar de achtertuin doorgetrokken. Weer de donkere met de lichte keramische tegel gecombineerd. Ja, en even die stootbandjes zijn natuurlijk... Die zijn natuurlijk dat die tegels niet wegvallen. Nou, dat hebben ze vorige keer goed opgemerkt. Hè. Ja, ik zag die in de vorige aflevering. Binnenkort ken ik het zelf ook. Ja, goed. Als ze goed opletten, dan wetskrassen ze het met. Dit vind ik heel apart wat hier gebeurt, dus ik...
Ik zie hier ook kunstgras liggen. Inderdaad, kunstgras leveren we weer hoog. We hebben verschillende soorten. Hier is gekozen voor de Mazon, eigenlijk de meest gebruikte. Daar hebben we ook eigenlijk standaard op voorraad liggen. Kunstgras natuurlijk dat ze de lu geen of weinig onderhoud hebben. Hè. Ja, maar dat is toch niet zo makkelijk te liggen hoor. Want ik heb al mensen erover gehoord van als ze dat zelf wil doen, geeft dat niet. Als ze heinigbaar zou dat natuurlijk wel kennen. Als ze niks ervan af is, laten doen door een vakman, dan is het tenminste dat het fatsoenlijk gedaan is. Dan moet je ondergrond goed maken. Hè. Als je ondergrond niet goed is, maakt niet zo of het een bestrotting is of met kunstgras, krijg je een eindproduct ook niet wie het moet werken. Hè. En nu val ik in die slangen door dat een keer over is dat voor het naadhuisje. Ja, dat hebben ze goed geraaien. Dat hebben ze goed geraaien voor naadhout. Inderdaad, dit zijn druppelslangen. Hier is gekozen voor een druppelsysteem, dat ze die planten niet iedere dag met het gieterke over na te maken. Ja, wat ik heel mooi vind, dat zijn die balk door de dieptewerking wat ze daar eigenlijk door krijgen. Ja, inderdaad, die larix douglas balk, ver stuk zijn dat erin gezet. Maakt ze een fijn dieptewerking. Dus, dit is nu nog. Hij is nu nog fijn rood. Hij zal gaan vergriezen. Een larix douglas wordt wel gecombineerd in naam. En een natuurlijk hout, onbewerkt. Ik kan zo jaren met. Ik zal het zo bij mezelf kunnen doen, want ik heb een tuin van 4 vierkante meter, dus daar kan ik dan eindelijk 4 vierkante meter van maken, of niet? Ja, zeker leg ik dan een stuk kunstgras op. Kan ze dan ook een gras zullen. Juist. Ja, maar dat vind ik nog steeds niet gezag wie je moet liggen, want daar probeer ik achter te komen. Hè. Je moet toch niet alles vertellen de eerste keer hier, om er rustig aan. Ik kom erachter. Ja, en die ook weer twee kleuren, hè. En weer de mooie tegel, wie hoort er ook alweer? Nee, geokeramica noemen ze dat. Keramische tegel 1 cm dik met 3 of 4 cm betonnen onderlaag. Deze verwerkt in een zandbed. En die is heel simpel te leggen in principe. Gecombineerd dan met de Aqua XP met die door water doorlatende voeg. Nou, ik vind je gewoon super wat hier zijn en doen. Ja. Ik sta er gewoon van te kijken. Ja, en is er nog niet eens klaar en dan vind je hem nu al prachtig. Zo moet het ook zien, beste kijkers. Ik zal zeggen, ik ga met hem met Andy nog kijken nog het andere vuurbeelden. Maar heel langzaam, we komen voor aan de hoedtuur. We komen naar een tuintje wat ook geschikt is voor u. Jazeker, waar we voor jou erin gaat. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Steenhandel Ivaro. Maar dan ook echt alles voor uw tuin.